Dat is niet zoals het werkt. Een profetie werkt dat wij ermee gaan werken. En Zwolle wordt hier opgeroepen om te zeggen, ga nou geloven dat ik een machtig werk ga doen, zodat je oren gaan tuiten. Ja? Dus waar ga je voor bidden? Voor een machtig werk van God in Zwolle, zodat je oren gaan tuiten. Amen. Amen. En wat ga je doen als je gaat bidden? Je gaat zeggen, God, wij willen eenheid als christenen hier in Zwolle. En we beleiden dat we dat niet zijn geweest en we gaan er nu naar uitstrekken om één te zijn met onze andere broers in Zwolle en zusters hier in Zwolle. Amen. En we gaan geloven dat God deze plaats een belangrijke functie heeft gegeven in de Oost. En ik weet niet of jullie het weten, maar we zitten midden in die Oosttijd. Midden in die Oosttijd. Ja. Vanmorgen kwamen er nog meer mensen tot geloof bij ons in de kerk. En volgende week is er weer een doopdienst en dat neemt steeds meer toe. Ja? En ik wil zo graag dat jullie daar ook in gaan geloven. Want het is aan het gebeuren en het zal steeds meer gaan gebeuren. En steeds vaker gaan mensen tot geloof komen. Amen? En, want dat noemen we opwekking. Ja? En we hebben niet alleen opwekking nodig, maar ook reformatie. Hè? Dat betekent verandering. Ja? Dus mensen moeten niet alleen Jezus gaan aannemen, maar moeten ook verandering toelaten in hun leven. Waardoor ze op een andere manier gaan leven. Maar dat begint bij het huis van God. Dat begint bij mij. Ja? Als ik dat niet ga geloven, als ik blijf bij mezelf, oh, het zal allemaal wel, dan kan God mij niet gebruiken. Maar als ik ga geloven wat God zegt, voor Zwolle in jullie geval, in mijn geval voor Purmerend en Amsterdam en Nederland, dan gaat het ook tot stand komen. En begint bij te geloven dat God jou wil gebruiken, waar dan ook. Amen. En dat hoeft niet meteen een prediking te geven zijn, maar hè, dat begint gewoon overal. Op je werk, bij je thuis, waar dan ook. Want de bedieningen, hè, maar een heel klein stukje van de bedieningen is in de kerk. Het meeste is daarbuiten. En waar jij kan komen, doordat jij in jouw familie bent bijvoorbeeld, of op jouw werk, of waar dan ook, daar kan ik niet komen. Maar jij wel. En jij kan daar wel een getuige zijn. Soms met woorden zeg ik altijd, maar meestal gewoon door je leven te leven en zichtbaar te maken. En daar wil ik jullie toe uitdagen. En zeggen van, oké, we zijn nu met weinigen, maar we gaan wel geloven dat het niet zo blijft. En we gaan geloven dat er vele mensen tot geloof gaan komen. Maar die komen niet zomaar tot geloof. Amen. Daarvoor zullen wij moeten uitstappen en getuigen zijn in Zwolle en waar dan ook. En misschien aansluiten bij andere initiatieven die hier in Zwolle al zijn. En getuigen zijn waar dan ook. Want daardoor ontstaat de Oost. Ik ben tot bekering gekomen omdat iemand bereid was om te getuigen van Jezus tegen mij. Als hij dat niet had gedaan, was ik nooit tot bekering gekomen waarschijnlijk. Ja? Zo werkt het wel. En u, God wil ook u gebruiken en u leiden door de Heilige Geest. En ik wil jou een woord geven. Wat is jouw naam? Wil je even opstaan? Prachtige naam trouwens. En ik zie heel veel jonge mensen om jou heen. En God wil jou gebruiken om met de jeugd een fantastisch werk te beginnen en te doen. En hij gaat jou daar enorm in salven. Maar God zegt, begin wel te geloven in jouzelf. En begin te geloven in wat ik over jou zeg. Want jij bent een machtig man van God, zegt God tegen jou. Ik heb jou gezalfd met grote gavers, alleen die gaan nu nog zichtbaar worden. En die gaan nog duidelijk worden. En jij zult een man zijn die het woord gaat brengen aan die jonge mensen. En ze zullen groter van onder de indruk zijn. Je zult ook gaan profiteren en dingen aanstippen in hun levens. Want mijn kracht en autoriteit is op jouw leven en het zal zichtbaar gaan worden. Halleluja, halleluja, amen. En God zegt...